Nou, hallo allemaal. Zoals jullie weten is het gesloten tijd en mag je nu niet op roofvis vissen. Nou heeft iedereen zo zijn eigen ding om de gesloten tijd door te komen. Ja, er zijn heel veel mensen die gaan karpen vissen. De een gaat de zee vissen, de ander die gaat wel eens op een forellenput vissen of iets in die richting. Er is in elk geval zat te doen in de gesloten tijd om je toch te vermaken. Nou, wat ik graag doe is gewoon even helemaal terug naar het begin. En als je zo eens een uurtje of 2 uurtjes over hebt, dat is het vissen op grondel. Nou, daar pak je gewoon een licht hengeltje voor. Grondels, ja, eigenlijk is het gewoon echt een plaag. En zeker langs de grote rivieren zit het er helemaal vol mee. Dus ja, heb je eens een paar uurtjes over en wil je toch even vissen, dan raad ik het zeker aan om gewoon eens op die grondels te gaan vissen. Want ja, je vangt ze eigenlijk altijd. Ja, en het is gewoon superleuk om aantallen te maken. Want zo op een avondje met z'n tweeën 100, 150 vissen, dat is helemaal niet gek. Hallo allemaal. She wakes up, puts a little makeup on. I'm waiting outside, hope it doesn't take a long time, cause I'm trying to roll while the night is young. But I bite my tongue, cause of what might come. We might run till the sunrise, mix the butterflies, lip lock, tongue tied. 2 tickets inside of the glove box in my ride. She walks outside and I'm tongue tied. Last week she made me mushroom tea, started touching me, not giving me much room to breathe at ease. Baby girl, you're looking like a toy, could you please light a candle and put on some Pink Floyd? I can't handle your noise right now, killing my vibe. I wanna climb inside of my own damn mind, and for the time being feel like I'm seeing a reason to please the part of my being that feels deep as the Aegean Sea. Boston about to freeze, walking through the autumn leaves, stop and smell the peonies, maybe eat a few of these. It's you and me and we're one in the same, toxins in the brain, add oxygen to the flame, cause soon it'll be cold enough to build fires. Living in the city and we never see stars. Yeah, we got a tendency to take it too far, but I don't wanna call it a night quite yet. Soon it'll be cold enough to build fires. Grew up in the city and we never saw stars. Yeah, we got a tendency to take it too far, but I don't wanna call it a night quite yet. The first time I saw her, sitting at a bar stool, peeling the label off of a bottle of Harpoon, our soon-to-be tune, playing through the jukebox, got a panoramic view of her bandana tube top. Biker boots complimented her Daisy Dukes, whiskey on the rocks like she trying to get loose, donning a disguise like the rest of the barflies, all starry-eyed and escaping the hard times. So I slid into the seat beside her, living to die, I thought I'd give it a try. I said it's only getting colder, drinking until we're sober, a quarter of the way through life and getting older, I want to move boulders, girl, that's what I told her. And then she said with the shrug of her shoulder, you're popping tags. Dat is niet de normale gang van zaken, dit. Ja, hou uit. Zo. Pas op dat je niet breekt, jongen. Dat hengeltje had ik met PR, dat was pas gekhuis. Zo. Ja, dat wordt het einde verhaal, denk ik. Ik ben er ook bang voor. Nee, die is goed vast, jongen. Dat hoort er natuurlijk ook bij, hè, riviervissen. Riviervissen is jammer genoeg regelmatig vastzitten. Nou, en tussen de hele kleine grondeltjes door pak je af en toe nog eens een mooie. Dit is natuurlijk over vissen in het algemeen, geen grote vis. Op grondelbegrippen is dit toch wel echt een redelijk formaat. En een grondel is heel erg kenmerkend aan de zuignapvin onderop. Je ziet dat het echt, ja, het is echt de zuignap. Het hard gaat stromen, dan zuigen ze zich vast aan de stenen zodat ze kunnen blijven liggen. Nou, ze hebben ongelooflijk grote vinnen. Ja, heel veel mensen vinden het een plaag, maar als je er goed naar gaat kijken is het echt een heel mooi visje. Dus ze zullen hem gauw terugzetten. Of teruggooien meer. grondels, dat zijn toch over het algemeen wel de rivieren. De rivieren zitten ze eigenlijk allemaal omdat het allemaal meekomt met schepen en dergelijke. Sommige binnenwatertjes, echt slootjes, zitten ze ook wel, maar dat is dan ook water wat in verbinding staat met de rivieren. Nou, in elk geval langs stenen, dus echt langs keien, zit het vaak helemaal vol met die beesten, want ze zitten ertussen. Soms werkt het dus ook heel goed om gewoon je maden echt te laten zakken als het helder is tussen die stenen. Want ja, je ziet ze gewoon echt die maden pakken. Nou ja, zoals wij nu staan op zo'n steiger, dat is natuurlijk helemaal top. Je kan langs die hele kant kan je vissen. Is de ene plek even wat minder, loop je gewoon een stukje door. Maar eigenlijk gewoon langs kribben, langs hele kanten van de rivieren. Als die stenen er maar liggen, ja, je vangt ze gewoon. Het zit helemaal vol. Ik zit hier nou nog steeds langs het kantje op die grondeltjes te vissen. Wat er nou net gebeurde, ik had er een grondel aan en ik sla hem eigenlijk aan. En er komt een gigantisch grote baars erachteraan. En ik krijg ondertussen trouwens volle bak beet. En er komt een gigantische baars achteraan en die pakt die grondel. Maar ja, uit de reflex sla ik aan. Maar ja, die haak die zat in de bek van de grondel, dus die kon bij die baars nooit vlees pakken. Maar dat is gelijk leuk om te zeggen wat voor hengeltjes je het beste kan vissen. Pak gewoon een licht hengeltje, een klein hengeltje. Een UL-hengeltje, ultralight, dus ultralicht. Een klein molentje erop. Kijk, die grondels, ze zijn al niet groot, ze geven weinig sport. Kijk, een wat grotere grondel zoals die ik er een paar van heb gevangen, dat gaat nog wel. Maar ook zulke soort dingen, af en toe een baars, of als je op de bodem ligt te vissen, dat je maden gepakt worden door een wat grotere vorm of iets dergelijks, of een winde. Dan is het natuurlijk wel leuk als je er gewoon goed sport aan hebt. Dus ga niet met een ontiegelijk dikke hengel zitten. Maar pak gewoon zo'n heel licht hengeltje, want kijk, zulke soort visjes, dat geeft natuurlijk eigenlijk geen sport. Dus hou het leuk voor jezelf en pak gewoon het allerlichtste hengeltje dat je hebt. Move boulders, girl, that's what I told her. And then she said with the shrug of her shoulder, you're popping tags on your clothes. Well, there's tags on the toes of 1,000 people froze in the city winter cold. Reach into your bag of lies, hit out all your alibis, hitting on women and then you're tricking when the cab arrives. What kind of girl do you take? Ik denk dat we wel redelijk hebben kunnen laten zien dat het vissen op grondel in een gesloten tijd heel erg goed vermaken is. Want je kan in korte tijd heel erg veel vis vangen. En je bent gewoon lekker bezig als je een paar uurtjes over hebt. Ondertussen krijg je nog steeds continu beet. Het probleem is alleen dat ze soms gewoon zo klein zijn dat ze de haak niet eens te pakken krijgen. Maar wij gaan er nu mee stoppen, dus like de video even als je het wat vond. Abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Like op onze Facebookpagina, die staat in de beschrijving. En dan zeg ik keep fishing, laters.